Een zeer goede avond, dames en heren. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, dan groei je op en dan worden sprookjes verteld. En dan word je ouder en dan stopt dat. En dat is heel erg. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes voor volwassenen. En het is een speciale vandaag. We staan in de Roes Comedy Club in Gent. En in plaats van één heb ik vandaag drie gasten bij. Niemand minder dan Jan van den Bos, Steven de Grijze en Stijn Verdegem. Goedenavond. Goedenavond. Dus je gaat heel veel verschillende stemmen horen. En we hebben een titel gekregen van ons publiek, een zeer toepasselijke titel, denk ik. Er was eens een musketier te veel. Goed, hier gaan we. Er was eens een musketier te veel. Wat heel duidelijk werd door de stilte die volgde na het begin van het sprookje. Hey, hallo iedereen, ik ben de musketier. Gij zit te veel, gij zit te veel. Gij zit te veel, gij zit te veel. Komt een dunne, we willen dunne. We waren met drie is oké, drie zegt oké, drie vonden wij oké, wie zit jij? Tu es trop. Zeiden de musketiers. Want het speelde zich af in Frankrijk. Meer bepaald het Frankrijk van 1780. Oh, maar ik kom van de heinde en de verte om hier bij jullie de klasgen te komen volgen. Dat is weer geen waar, het is weer een buitenlander, connard, de merde, espresso. Donne-moi le Vlaamse canon, ik is al een beetje studeren. Onze musketier die te veel kwam, kwam uit het graafschap Vlaanderen. Hij had gehoord over de musketiers en wilde heel graag musketier worden. Maar ja, zijn Frans trok op. Geen juist. Dat zeg ik niet. En zo kwam hij in Parijs toe in de hoop zich te kunnen aansluiten bij de musketiers. Wat hij niet wist was dat de musketiers een ingangsexamen hanteerden. Ah, vreemdeling. We hebben een paar tests voor jou. Ja, maar dat is geen probleem, want ik ben drie maal Belgisch kampioen. Hou gewoon je klep, jongen, en doet die test echt waar. Oh, test 1 is zwijgen totdat ik uitgesproken ben, hè, vriend. Sorry, excuseer, meneer. Ja, lap, daar gaat je weer. Er waren nog musketiers die ooit uit Gent kwamen en nu een Frans accent hadden, maar gehoorden wel dat ze eigenlijk een beetje Gents waren geweest. Zeg, de klerk, hoe is dat nog met u voor de rest? Want de ene noemde de klerk, ik wou een mopje maken en dat valt gewoon dood op zijn gezicht. Maar dat is niks zo gaan door. De eerste test. Vreemdeling. Jawel. Zing ons volkslied. De Marseillaise. Allez-y. O dierbaar België, o heilig land te vaar. De Vlaming. Is de politieker of wat? De Vlaming begon een lied te zingen van een land dat nog niet bestond. En de visionaire eigenschappen werden alom geprezen. Wow, is dat zeker? Laat hem zingen, het is mooi. Ja. Hoe ga je mee naar mijn dorp? Want het vorige. De anthem. Dierbaar België. C'est quoi ça, la Belgique? Belgique, c'est quoi ça? C'est pour manger. Het is een heel Bourgondisch land waar je frietjes eten kan. Ook chocolade en bier is populair. Hé, mevrouw. Heb zo'n keer geen neer. Voor de eerste test was hij geslaagd. Met glans. Maar toen volgde test 2. Ah, vreemdeling. Tijd voor de fysieke test. Loop 3 rondjes rond het dorp. Je hebt 4 minuten. Go! Nu, het dorp was Parijs. En Parijs was een redelijk groot dorp. Toen al. Ook toen al was er op de periferiek veel verkeer. En de musketiers wisten van dit haalt niemand in 4 minuten. Ah, maar hij was heel slim, hè, die mens. Want hij heeft er een paard gecheckt en dan heeft hij gevlucht. Vlug, gereden. Dat is een paard gereden. En wat gebeurde er? Hij slaagde voor de test. Hij slaagde weer al voor de test. Putain, bordel, hoe is dat mogelijk? Dat was de test dat hij ging falen. Hè? Ja. Het is aan u. Er is nog nooit iemand geweest die deze test heeft geslaagd. Toen moest een van de musketiers een nieuwe test bedenken. En hij had de test bedacht. Jij moet van de Notre-Dame springen met 1 lucifer en tegen je beneden bent moet de Notre-Dame in de fik staan.
Dat is geen probleem, meneer. Maar je mag niet de vorige mop doen en fik gaan halen en daar de Notre-Dame insteken. Het moet echt branden, hè. Oké, okay, jazeker. Geef mij een momentje. Ik ken iemand. En zo gezegd, zo gedaan. 2 minuten later stond de Notre-Dame in de fik. Ah, wow. Putain, eindelijk. Wat een kutkerk. Blij dat we daar vanaf zijn. Gasten, denk dat we niet anders kunnen. Hè? Maar als we erbij halen, is er nog altijd 1 te veel. Hè? Dan moet 1 van ons weg. Maar dat is geen probleem. Ik pas mij al aan, volledig naar jullie. En plots begon onze Vlaming ook een beetje Frans te praten al. Ja, oui. Anders, als dat voor jullie goed is, wil ik wel een reserve zijn. Geef mij gewoon een ijzeren masker. Putain, zodat reserve. Niemand mij herkent. Nee. Reserve is ideaal, want ik heb volgende week zaterdag iets te doen. Ik kan er niet bij zijn. Of. De laatste test. Een gevecht tegen ons allen. En de eerste die sneuvelt, ja, die zijn we kwijt. Goed idee. En toen vond er een gevecht plaats tussen de 4 musketiers. Ze trokken hun sabel en ze hakten hun mes. En garde, en garde. En de zizi werd en dan kwam plotseling lag er iemand dood op de grond. Het was Daigrefeuille. Waarom ik? Alle chance, want ik dacht dat ik het even was. Maar dat is waar, ik ben maar licht gewoond. Bordel. Daigrefeuille, jij bent de musketier te veel. Heb je nog laatste woorden? Putain, dat is zeer, hein, quoi? En zo werd onze Vlaming uit het graafschap Vlaanderen de eerste echte Vlaamse musketier. Jambon. En was hij nooit meer de musketier te veel. On a va va de la patrie! Ja, het is goed. Ah, ja. Je moet stoppen, het is goed, zit erbij. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als er ooit iemand tegen u gezegd, het is te vol, het is te veel, moeten we gewoon beginnen met degene die dat zegt, weg te werken. En dan is er terug plek. Slaap lekker. Jan van den Bos, Steven de Grijze, Stijn Werdegem. Lekker om de beurt!